We hebben met z'n allen geld geïnvesteerd en het is nu wel tijd om het terug te verdienen. Woorden van Newmont-directeur Adriaan van Kersen gisteren tijdens een rondleiding voor journalisten in de Merian-mijn. De mijn ligt in het district Sipaliwini, ongeveer 60 kilometer verwijderd van Mungo. In de komende 5 jaren zal de mijn tussen de 400 en 500.000 troy ounce goud per jaar produceren. Hetgeen neerkomt op tussen de 35 en 40 kilogram goud per dag. Van Kersen zegt dat Newmont een bijdrage levert aan de Surinaamse economie, maar niet verantwoordelijk kan zijn voor de complete opleving van de economie. In een presentatie gaf hij een uiteenzetting over onder meer de bijdrage van Newmont aan Suriname. Maar we kunnen natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor het compleet laten opleven en herleven van de Surinaamse economie. We dragen ons kleine steentje daarbij bij. Staatsolie, die een 25% partnership heeft, krijgt natuurlijk nu na 25% van de kosten betaald ook 25% van de baten langzamerhand mee. Daarnaast wordt er een royalty betaald van 6%. Dan betalen we belasting over inkomens. Dit jaar rond de 8,5 miljoen, volgend jaar rond de 10, 10,5 miljoen dollar. Hoeveel het waard is, dat hangt heel erg af van de goudprijs. Dus je kan je eigen sommetjes maken. Maar het is duidelijk dat er redelijk wat geld binnen gaat komen. Newmont bleef niet stilzitten en tegelijkertijd investeert zij in exploratie van nieuwe goudvoorkomens, zegt Van Kersen verder. De Merian-mijn is nu de 12e mijn in de wereld van Newmont en voorziet in 10% van de goudproductie van het bedrijf wereldwijd. De mijn gaat gedurende minimaal 13 jaar operationeel zijn. Assistant Mine Manager Dennis Limapo geeft aan met welke machines in de mijn wordt gewerkt en wat de omvang van de mijn is. 785 Caterpillar trucks. We hebben 5 loading units. We hebben dozers, graders om de productie te halen. Hoe groot is de mijn? Hoe groot wordt de mijn? We hebben het in 3 fasen verdeeld. De eerste fase wordt 1,8 kilometer lang bij 650 meter lang en breed en 150 meter diep. En de laatste fase wordt 3 kilometer bij 1 kilometer bij 275 meter diep. Dus een behoorlijk gat. Newmont heeft een personeelsbestand van ruim 1250, waarvan 90% Surinamers is.